Hey! Oh, wat, ik heb je zo erg gemist. En ik wil nog even zeggen trouwens dat het me spijt van wat gebeurd is. Maar ik kan het echt heel makkelijk uitleggen. Alleen, ik zie je niet. Misschien ligt het aan mijn laptop. Nee, dat klopt, Safe. Je ziet me inderdaad niet, want daar heb ik geen zin in. Mijn stem is het enige wat je nu krijgt. Ebru en Steve hebben elkaar een maand niet gesproken. Een ruzie over een jongen vlak voor de coronacrisis zorgde ervoor dat Ebru even geen contact meer wilde. Ik hoef het echt heel kort alleen maar even uit te leggen. Dan wil ik je gewoon even in je ogen aankijken, snap je? Want dat vind ik een beetje makkelijker om zo'n gesprek te voeren. In mijn ogen aankijken, luister Steve, jij bent mijn gezicht niet eens waard, ja? Zo een leuke actie, ik ben nog steeds boos op jou, hè? Dit was de drama. Sander is een nieuwe jongen bij ons op school en die vond ik leuk. Toen ik dat tegen Steve zei, zat ze hem helemaal af te branden. Vervolgens zat ze in de pauze met hem doodleuk te praten. Echt zo doorzichtig. Het was de laatste dag dat we naar school moesten. Dus je begrijpt wel dat ik die coronacrisis een welverdiende pauze vind tussen mij en Steve. Bah. Mag ik het misschien even uitleggen? Oh ja, wil je een lullige actie uitleggen? De enige reden waarom ik met Sander heb gesproken is omdat hij super verliefd is op jou. Dus ik heb een hele pauze lang met een smoorverliefde Sander over jou zitten te praten. Ik heb het niet voor mezelf gedaan. Steve, wat? Fijn dat je er bent. Leuk. Vertel, wat zei hij allemaal over me? Vertel, wat? Hij heeft nog een appje gestuurd en dat hij graag een verrassend voor je wilde plannen, iets romantisch. Maar ja, jij reageerde niet meer op mij, dus toen heb ik maar tegen Sander gezegd van... Hey, sorry jongen, maar ik denk dat ik niks voor je kan betekenen. Niks voor... Steve, waarom bepaal jij dat voor mij? Daar heb je hem nou... Oh. Ik probeer het gewoon een beetje in te schatten. Je wist dat ik dit wilde, maar ik begrijp het allemaal echt. Kun je alsjeblieft die camera even aandoen? Ik heb toch een maand lang niet met je gepraat? Ik wist niet hoe het met jou ging. Ik wist niet hoe het met je ouders ging. Misschien had iemand bij jullie thuis al corona. Weet ik veel. Dan kan ik toch niet zomaar een wildvreemde jongen bij jullie in de tuin neerkwakken? Toch? Ja, oké. Okay. Maar Steve, het zit nu een beetje in mijn hoofd, maar... Wat wilde hij dan doen? Wat heeft hij allemaal verteld? Ja, niks, want het is een verrassing, hè? Maar ik kan hem misschien wel even een berichtje sturen als je wilt. Ik heb mijn telefoon... Steve. Wat? Steve. Stel, hij wil bij ons in de voortuin komen zingen. Dan moet hij voor 9:30 komen. Want dan slaapt iedereen nog, weet je. Dan is het niet awkward. Heb je Sander verteld dat ik hoogteprees heb? Want dat weet jij. En hij, zou ik hem gewoon eerst even appen? Ja, doe dat, Steve. En trouwens, volgende keer als jij denkt dat ik iets achter jouw rug om heb gedaan, wil je dan alsjeblieft even naar mij toe komen? Want nu hebben we een maand lang ruzie gehad om niks. Dus ik heb jou een maand lang niet gesproken in de coronatijd en ik vind het echt heel vervelend. Ja, Steve, snap ik. Soms dan vind ik het ook gemeen hoe ik doe. En weet je, ik heb jou ook echt super erg gemist. En ik denk dat ik het wel goed kan maken. Wat nou als we vanavond samen een serie gaan kijken? Onze favorieten. Ja, een gekkie. Hoe dan? Je mag niet eens met de tweeën afspreken. Stevie. Beetje creatief denken in dit soort tijden. We kunnen gewoon video bellen. Dan kunnen we samen tegelijkertijd op play drukken. Chips, popcorn erbij pakken. En dan kunnen we de serie samen bespreken. Leuk. Ja? Ja, heel leuk. Oh ja, Esther, even snel nog tussendoor. Ik wil dat je vanavond erachter komt wat Sander wilt gaan doen. Straks komt hij niet met zo'n teddybeer en zo. Dus dat je het weet. Broer, ik heb jou echt heel erg gemist. Maar ik heb nu even een soort van overdosis. Jij, oké? Okay? Dus tot vanavond. Doei! Jay. Ik vond het zo fijn om weer even met mijn beste vriendin te kunnen praten. Alleen was ik een beetje vergeten dat het soms best wel zwaar is om de beste vriendin van Ebru te zijn. Moet je nagaan, hè? Als je haar vriendje bent. Oh, wat zielig. Nou, succes, hè, Sander? Het lef. Steve zet gewoon haar camera uit. Ik moet toch weten wat de jongen van plan is? Maar goed, los van de jongen. Ik vond het wel fijn om Steve weer te zien. En misschien moet ik toch maar eens dingen van een andere kant bekijken.
Maar ik blijf het nog steeds wel moeilijk vinden. Dingen van een andere kant bekijken dan die van mezelf.